Hartelijk welkom allemaal. Ongetwijfeld had u de burgemeester Tuurling verwacht hier, maar die heeft helaas wegens ziekte moeten afzeggen. En aan mij de schone taak om hem te proberen te vervangen. Moties, opslag, kernafval. Dit is een serieuze zaak, dus graag even uw aandacht. Alle fracties hebben aangekondigd om hier een motie over in te dienen. Het punt over opslag, kernafval in de Kempen en meer nog binnen de gemeente Reuzel de Wierde. Mag ik het woord geven namens alle fracties aan mevrouw Cox? Nee, opslag kernafval. Het gaat erom dat minister Verhagen moet een afvalplan maken voor opslag kernafval voor 2015. En hij heeft geconcludeerd dat de Kempenregio een geschikte plek zou zijn voor deze opslag. En wij willen dat niet, wij willen in ieder geval uitspreken dat wij geen opslag van kernafval in onze bodem willen. Namens de hele raad, moet ik hem helemaal letterlijk voorlezen? Ja. Ik kijk even of er andere fracties ook op aanmerking zijn, anders geef ik graag een uur voor. Motie over opslag van kernafval. De Raad van de Gemeente Reuzel-Mierum, bijeen in de zaal op 20 januari 2012. Overwegende dat er deze zomer een Europese richtlijn van kracht is geworden waarin staat dat alle lidstaten van de Europese Unie in 2015 een plan klaar moeten hebben voor opslag van kernafval. De Kempenregio door minister Van Haag is genoemd als mogelijke opslagplaats voor radioactief kernafval. Kernafval tot 240.000 jaar radioactief blijft en altijd voorkomen moet worden dat mensen en milieu hiermee in contact komt. Van mening zijn er te dusver geen enkel bewijs dat opslag van kernafval onder de grond veilig is. Het onmenselijk is om radioactieve stof in de regio op te slaan. Het spreekt uit dat er geen opslag van kernafval in de gemeente Reuzel-Mierum en in de regio moet plaatsvinden. Vraagt het college op. 1. Om namens de Raad een brief aan minister van Economische Zaken, de heer Van Hagen, te sturen, waarin de gemeenteraad van Reuzel-Mierum zich uitspreekt tegen de mogelijke opslag van kernafval in Reuzel-Mierum. 2. Om namens de Raad een brief te zenden aan de regionale samenwerking van de regio Eindhoven met het verzoek te bevorderen dat de regio en alle individuele regiogemeenten eenzelfde besluit nemen voor zover al niet de derde besluiten zijn genomen. En 3. De overige bekende gemeente daarnaast rechtstreeks op de hoogte te brengen van deze motie en het genomen besluit erover van de gemeenteraad van Reuzel-Mierum. En het ook tot de orde van de dag. Fracties, PvdA, samenwerking, VVD, CDA. Dankjewel. Dankjewel mevrouw Kort. Namens de fracties, ik geef graag het woord aan de wethouder van de Vent voor een inhoudelijke reactie op deze motie. Dankjewel meneer de voorzitter. Op zich een hele goede motie. Wij zijn ook heel blij dat u hem ons van tevoren ook heeft doen toekomen. We hebben hem heel aandachtig als college doorgenomen en we hebben eigenlijk nog één vraag, want naar ons idee ontbreekt er een stukje en dat is een stukje België. Gisteravond hebben we natuurlijk een overleg gehad, u was er ook bij aanwezig mevrouw Cox in Bergijk, met betrekking tot de opslag van kernafval in de regio, meer dan de Belgische regio. En het leek ons als college verstandig om dat ook mee te nemen. En ik heb daar een voorzet voor gemaakt als punt 4, dus draagt het college op punt 4 en ik hoor graag uw reactie daarop. De Belgische overheid en NIRAS deze motie te doen toekomen met de boodschap dat boomse klei niet stopt aan de grens en dat we geen risico willen op vervuiling van onze ondergrond dan wel het grondwater vanuit de boomse kleilagen in België. Om die reden is de gemeente Reuzel-de-Mierum dan ook tegen opslag van kernafval in de grensoverschrijdende regio. Dat wilden wij graag toevoegen en voor de verdere rest kunnen wij alleen maar mee instemmen. Nou, namens de PvdA kan ik het daar helemaal mee eens zijn. Misschien ook in die brief aan de minister, aan onze minister vragen, kunt u die zorg ook meenemen. Heer Van der Woord. Nou, ik vind het hartstikke goed, meneer Van Ben, dat u meedenkt met onze Belgische collega's. Maar we hebben in uw motie staan dat er geen kernafval in het Belgische, volgens de motie zou mogen. Maar er is al bovengrondse kernopslag. Zou u daar niet ondergrondse kernopslag opslag aan maken? De bijeenkomst in de gemeente Bergijk georganiseerd is door de provincie. Dus het zou fijn zijn als deze motie ook kreeg in de provincie ging. Partij van de Arbeid, eens. Dan met deze toevoeging en wellicht op inhoudelijke punten hier en daar tekst
op punt en komma maar deze motie door alle partijen eensluidend aangenomen. Dank u wel.